Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus, jawel, en welkom op de Psycho TV kanaal. Oh, ik ben nu onderweg aan het rijden naar mijn werk toe. En ik heb de verwarming aangezet. Ja, natuurlijk, dat horen jullie heel fel natuurlijk. Valassa. Dat zijn gewoon Google-meldingen wat je momenteel binnen hoort van ook van mijn thuis uit. Dat ook dan mijn verlichting en al ook uitvalt. De vlog staat ook in de upload, dus dat is ook al heel goed. Ik heb gisteren een, oh my god, een lange Q&A gemaakt voor jullie. Ik heb even een inhaal gedaan, nu nog van ene persoon. Die ga ik misschien vandaag er nog insteken, de Q&A van hem, voor het toch volledig rond te krijgen. Voilà. En dan ben ik nu onderweg naar mijn werk toe. Hè. Dat moet ook gebeuren. Werken, natuurlijk. Ja. En nu even kijken als ik van rijstrook kan veranderen voor die ene auto door te laten. Voilà, ze. Joink, die is weg. Sommigen zien dan van, oh, het is over. Joink. Ja. En er is hier ook gisteren iets geweldigs gebeurd. Een heel leuke verhaal wat ik jullie wil vertellen. Het staat niet, jammer genoeg niet op beeld. Maar ik heb wel een getuige die dan ook weer bij mij zat. Dat was Bea. Ik werd met een tikje geraakt met een auto. En die ene auto, wat doet die? Vluchtmisdrijf plegen. Nee, dat geeft niet. Goedemorgen allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dini Remus. En ik ben nu onderweg naar. Ik kan weer niet meer te goed praten, omdat ik aan het letten ben op de baan. Ik ben onderweg naar mijn werk toe. Voilà, dat was het wat ik wou zeggen. En ik reed net door Oranje. Oh. Die zat bijna tegen elkaar. Een auto en een vrachtwagen. Ja, een auto die voor een vrachtwagen inschoot. En goed dat ik afstand aan het houden was. Klaksoneer nog maar eens. Kom aan, klaksoneren. Ik wil heel klaksonnes horen. Geen klakson. Oh, jammer. En die moet gewoon mijn weg ook op. Oh, ja, gisteren heb ik een hele lange Q&A gemaakt. En daar moet nog één persoon nog beantwoord worden. En daar ga ik er vandaag ook nog in stoppen. Dus de allerlaatste vraag van die ene jongen, wat hij op mijn Discord server heeft gesteld. Dus ik beantwoord ook nog altijd de Discord vragen natuurlijk. En daar werd ook dan nog zo gevraagd van, gaan er ook nog leuke thema's zijn ook voor de kijkers? Ja, ik wil ook terug de 1-on-1 toevoegen. Voor jullie, voor mij ook beter dan te leren kennen. Voilà. Maar hoe of wat, meer informatie laat ik daarover. Ik ga nu nog wat concentreren op de baan. Tot later. Jojojo. Hallo kijkers, ik heb gedaan met werken vandaag. Jawel, dames en heren. Daar moest er ook dus van komen. En mijn vriendin is ook al onderweg naar mijn thuis toe. Ja. Dus ik ga lekker doorrijden nu naar mijn ouders toe. Eerst daar mijn eten uithalen. Daarna zeg het. Dat was Kate van KLBC die een melding doorstuurde. Yay. Nu nog naar de laatste rood lichten rijden en dan
is het één rechte lijn naar mijn ouders toe. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb bussen uit de doos gehaald. Ik heb ontstickerd. Ik heb bussen bestickerd. Dus ik heb vandaag redelijk weer al veel gedaan op het werk. En ik kan je één ding zeggen. De werkuren zijn wel echt omgevlogen. Ik zeg het u. Nogmaals, wil ik in de vorige vlog. Als de werksfeer goed ligt, dan produceert je ook redelijk veel. Productie. Het is nu in een simpele vraag, want ik heb het nu juist gezien. Als je telefoon hebt, mogen u dan aan de kant op de backstroke zetten om te telefoneren, ja of nee? Of moet je het gesprek echt volledig uitstellen tot je bijvoorbeeld op je locatie bent of op een parking bent of zo? Ik weet het dus niet. Dan weet je dat. Terug te brengen ben. Dus de Cycle TV op de oude manier. Sinds dat ik als ik ga werken en al, dan nam ik ook in mijn kabinetje dan, toen, in die tijden, ook vlogs op en al. En dat werd dus wel geaccepteerd. Dus nu is de vraag, accepteren jullie weer al dat ik dit ook ga doen in de nabije toekomst of toekomsten? En nu heb ik de rode pijl naar boven toe. Dat betekent dat ik moet stoppen, want er staat een zwarte pijl naar onder toe. Dat betekent dat de andere auto's die van de tegenrichting voorrang hebben op hier op een kleine versmalling. En amai man, dat is wel een reuze kerstboom. Dat hebben ze wel goed gedaan in Hakkenveld. Ja. En ook in deze straat staan er ook redelijk wat kerstboompjes. Maar waar mij ook wel is opgevallen, is er dat er dit jaar weiniger kerstversiering is uitgehangen. Dus dan weet je dat. Ik ga jullie nu laten, want ik kom nu straks ervan aan bij mijn ouders voor mijn heerlijke spaghetti uit te halen. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Maar ja, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, net Bea naar huis gebracht. Ik ga u één ding zeggen, het gaat niet goed bij mij. Ik heb een kleine verkoudheid, maar ik ben vooral vandaag gaan werken. Morgen ga ik ook gewoon werken, verkouden of niet. Opnieuw snotten. Oh, mannetjes. Wat ga ik nu nog doen? Ik ga nog een lekkere douche nemen. En hier ook alles instellingen openzetten. Misschien dat ook eens goed kan doen, zoals een verlichting op een appartementsblok. Ja.
ben mijn stoel te goed aan het zetten. Hier even alles is waar je weet. Tot ik naar mijn douche terug ben. Openzetten. Dat het goed kan tochten. Misschien kan dat eens helpen. Zie ik het zitten om de vlog van vandaag nog in elkaar te steken? Ik vrees van niet. Ik vrees echt van niet. Nee, deze gaan we niet open doen. Ik vrees van echt van niet. Omwille van... Ik heb ook nog een ongelukje gehad met mijn gsm. Mijn gsm is weer al op de grond gevallen. En mijn scherm is gebarsten. Au, 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 au. Maar dat wordt ook al binnenkort al opgelost. Dus dat is ook al goed. Mijn headset ga ik ook nog op de plaats zetten. Want dat heeft mijn vriendinneke in gebruik genomen. Daarna ga ik nog naar de kleine kamer toe. Daarna douchen. Daarna nog wat YouTube kijken en zo in slaap vallen. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Sorry als het zo'n korte vlog is. Mijn excuses. Maar ik voel me wat ziekjes, niet 100%. Ik en mijn schat hebben ook nog Rummikub gespeeld. Mijn schat heeft ook een mooi idee gelost. Kijk, we gaan ook zaterdag Rummikub spelen en dan gaan we ook filmen voor jullie. Allee, ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je al te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal later terug. Hopelijk met een betere Dimitri. Hallo, ik heb ook nog een bericht gekregen van Katie Yeet. Dat er een toffe vriend van hem binnenkort ook jarig is. En die spreek je uit als Bjorne. Of Bjorne. Ah wel, gefeliciteerd binnenkort voor uw verjaardag. Die zaterdag zit er aan te komen. Bij deze. Je hoort het ook op mijn stem. Het gaat niet goed bij mij. Ik ben zwaar, zwaar, zwaar verkouden. Maar ja. Voilà. Bij deze, duimpje. Vergeet hier niet te abonneren. En op het belletje te drukken. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Nee, lang zal hij leven, lang zal hij leven. Voilà, alsjeblieft, Bjorne, met jouw verjaardag binnenkort. Aankomend zaterdag zie ik hier in de chat. Top!